Dit is een voorbeeld van een hele gekke auto. Die moet je echt van houden. Je vindt hem heel mooi of je vindt hem spuuglelijk. Dit is een SLS die compleet van carbon is gemaakt. Er zijn er maar 5 van op de wereld. En eentje in Europa. En die staat hier. Hier is in Alkmaar. Bij een autobedrijf dat zich specialiseert in dit soort unieke luxe wagens. En ondanks alle crisissen waar wij momenteel mee te maken hebben, floreert juist deze business. Nou, het zijn vooral wat duurdere auto's die goed gaan. Ik deed ook wel wat normalere modellen. En die zijn, daar zit gewoon minder vraag naar. Ja, hoe gekker de auto, hoe beter. Verder heb ik bijvoorbeeld gelimiteerde Ferraris. Dit is dan een GTO met heel weinig kilometers. Er staat nog een rode verderop. Die zijn ook heel populair op het moment. De populariteit van sommige wagens, zoals ook deze rode G-klasse, gemixt met de vreemde marktomstandigheden, zorgt voor een onverwachte prijsontwikkeling. Vroeger was het zo, je reed de showroom uit, een nieuwe auto, en de prijs ging eigenlijk gelijk door midden of zo. Voor de exclusieve segment. Maar je ziet bij veel types dat de prijs gewoon heel stabiel is of zelfs toeneemt. Maar niet alleen bij nieuwe auto's neemt de prijs toe. Bijna alle auto's uit het luxe segment worden duurder. Ik heb een SLS Black Series. Die deden een paar jaar geleden, nou eigenlijk nog een jaar geleden, 400.000 netto. 500.000 netto voor een mooie. En nu gaat het al hard naar het miljoen toe. Ja. En dat in een jaar, anderhalf jaar tijd. Dat is wel bizar. Dus daar heb ik laatst nog over nagedacht. Als ik alles had laten staan, een jaar lang bijvoorbeeld, en niks had verkocht, had ik meer verdiend als gewoon wat ik nu doe. Gewoon in een verkoop. Ja. Dat de prijs zo stijgt, staat volgens Douwe niet op zichzelf. Schaarste op de markt. En ook gewoon mensen die willen investeren in spullen. Dus je ziet dat de valuta's een beetje onder druk staan. Vastgoed wordt moeilijk. En nu investeren ze in auto's, horloges, dat soort zaken. Dus eigenlijk de nieuwe eigenaar gaat er bijna niet in rijden? Nee, zelden worden er veel kilometers mee gereden. Het is vooral voor de investering. En af en toe mee rijden, vooral naar kijken en naar koesteren.